Hallo, hallo! Welkom bij mijn eerste keto. Sorry. Ja, het is mijn medicatie is dat. Ja, jij blijft toch die video's kijken, dus ja, het zegt ook iets over jou, of niet dan? Ik zal me verder gedragen, hè? Maar deze hebben we natuurlijk al gezien. Ja, je had nou niet moeten shorten op Bitcoin, hè? Dat liep niet zo goed af met de huidige prijsactie. En natuurlijk ben jij niet aan het shorten, toch? Jij hebt toch een lange termijn portefeuille voor Bitcoin. En daar blijf je toch mooi vanaf, tenminste, als je verstandig bent en niet heel veel geld wilt kwijtraken onderweg naar de volgende top. Dan doe je daar goed aan, denk ik. Laten we eens even kijken naar onze vriend Bitcoin. Want ja, die maakt ons toch alle best wel blij, hè? Of niet dan? He, zoals gezegd hebben. De vorige video zijn we boven deze monthly. Hè, we zijn nog nooit zo hoog afgesloten op de maandelijkse kaas als de vorige maand. En ja, de continuering in november, nou, die is navenant. Hè, het gaat nog mooi door. En we hebben hier, wat staat deze op een vreemde plek? We hebben hier nog twee weerstanden, hè, met betrekking tot de wicks die we hier hebben gedaan. Maar ja, eigenlijk is hier heel weinig. Als je op een lage timeframe gaat kijken, is hier nog helemaal niet zoveel PA te vinden op deze hoge regionen. Kortom, dat is een recept voor hoge volatiliteit. En ik wil nog even wat verder inzoomen naar een 4-uur kaart. Want ja, volatiliteit, nou, die kunnen we wellicht ook wel krijgen. Hè, want er vormt zich hier zo'n ascending, broadening wedge, hè, een stijgende wicht die zo uit elkaar beweegt. En ja, dat is niet per se een heel goed idee van Bitcoin. Tenminste, niet als je in één keer omhoog wil. En dat wil hij volgens mij nog niet. Een dergelijk patroon, in driekwart van de gevallen, is dat namelijk een ommekeerpatroon, reversal pattern. En wat inhoudt, we gaan hier naar boven. Ja, en ommekeren betekent dan, we gaan weer naar beneden toe. Maar zover is het nog niet. En laten we het gewoon per geval bekijken. Kijk, we zijn hier bij de RSI uit deze lagere top gebroken. We hebben hier een hogere top geformeerd. Op zich allemaal hartstikke positief. En hier zijn we tegen die top aangekomen. Eventjes er bovenuit gepiept van deze broadening wedge. Nou, en nu is er al een pullbackje gaan. Ja, misschien gaan we dadelijk nog een keer proberen. Wie zal het zeggen? En wat belangrijk is, is deze vorige higher high. Hè? Een high, een higher high, higher high. Hier hebben we nog zo'n, wat zei ik hier beginnen, hè? High. Dit was al een higher high. Nou, hier beginnen de volgende higher highs. Ik denk dat je het punt wel hebt. Hè? We gaan daar naar beneden. Wellicht, wellicht. En als we hierop uitkomen, deze higher high, als dat niveau getest wordt, en dan pak ik even mijn potloodje erbij. En dan gaat dat zo. En we gaan vanaf hier naar boven. Nou, dan zitten we bij de goede 25% van de gevallen van de broadening wedge. En de bevestiging hebben we als we hierdoor weten uit te breken. Als ik dit lijntje wat extrapoleren. Wat is het toch een mooi woord, hè? Extrapoleren. Als we hier doorheen zakken, dan zitten we bij de driekwart van de gevallen dat zo'n broadening wedge inderdaad een ommekeer patroon is. En dan is het natuurlijk interessant, waar gaat Bitcoin dan naartoe? Dan beginnen we bij, nou, dit is de eerste low van die broadening wedge. En die trek ik door tot waar mijn top dan is. Nou, dit is op dit level, hè, dus zo lang is dit lijntje dan. En dan gaan we kijken, ja, waar gaat hij ongeveer uitbreken? Dat weet je natuurlijk niet precies, naar beneden toe, als we hier doorheen zakken. En nou, laat dat hier ergens zijn, dan hebben we nog even de tijd. Waar komen we dan uit? Nou, dan komen we uit in die regio rond 11.800. Nu ga ik weer eventjes uitzoomen naar een iets hoger timeframe. Ik denk dat de weekly daarin het beste is. Kijk, en dan zie je dat het ons terugbrengt naar dit gebied waar we op de weekly eerder weerstand hebben gehad, hè, waar we met verven doorheen zijn gebroken, zoals ook door de monthly heen zijn gebroken. En wat ik in mijn vorige video al neerzette, volgens mij, is dat we tussen die 11.500 en 12.000 dat het gezond is voor de prijs om dat nog een keertje te testen. Hè, als dat voorheen weerstand is geweest,
is het gewoon gezond om dat nog een keertje terug te testen als support, alvorens weer verder te gaan. Maar misschien vertaalt dat verder gaan zich nog in wat bewegen in deze range. En dat geeft weer ruimte aan die altcoins. Die altcoins die volledig in puin liggen. Laten we eens even kijken naar de index van alle DeFi. Hè? Want zo mag je Yearn Financer eigenlijk wel noemen. Het was nog even van, gaat dit een falling wedge? Gaat deze iets betekenen en uitbreken? Niets van dat al. We zijn er lekker doorheen aan het vallen. Onderweg naar of deze support of deze support. Nou, dan zitten we al op een 6.500. En maar daar iets onder. Want hier zit liquiditeit. Is ook nog goed mogelijk. Je had hier niet je een finance willen kopen. Op wat was even de top? 43.212. Een paar weken terug, in september, anderhalve maand geleden, dan ben je nou niet gelukkig. Ja, misschien heb je net als al die anderen al in een eerder stadium verkocht. Maar die DeFi die nu overal wordt afgeschreven, het is de nieuwe ICO-bubble die gepopt is en het gaat niks meer worden. Dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil met ICO's. Die uitgebracht werden in 2017, 2018. Allerlei mooie ideeën op whitepapers. Vaak nog totaal geen werkend product. Een heleboel zaten er. Hebben een ICO gestart om er even snel rijk van te worden. Dat is op een gegeven moment een fiasco geworden. In 2018, 2019. Maar dit is natuurlijk wel iets anders. Dit zijn de fundamenten van een nieuwe manier van financiële interactie met elkaar. Zonder intermediair. En we hebben het hier over, als we spreken over AV, Uniswap, Yearn Finance, noem ze maar op. We hebben het allemaal over DeFi-protocollen die volledig operabel zijn. En die je nu vandaag de dag al kunt gebruiken. En die nog volop significante verbeteringen aan het aanbrengen zijn en dergelijke platforms. En het beheer gaandeweg, heeft hier en daar bij sommige platforms nog een centrale component. Er zijn volop plannen. Neem bijvoorbeeld AV of neem bijvoorbeeld Yearn Finance, waar het onlangs gebeurd is, om dat in de gemeenschap te brengen aan de tokenhouders, dat die meestemmen de richting die een protocol gaat. Kortom, ik zou de DeFi nog helemaal niet afschrijven en ik verwacht de komende maanden een forse opleving bij al deze protocollen. Maar goed, dat is denk ik eventjes genoeg over, denk ik toch? Ja, we gaan even verder met het nieuws, dat gaan we gewoon doen. De Bank of England, de centrale bank van Engeland. Wacht even, anders wordt mijn koffie koud. Centrale bank van Engeland overweegt om negatieve rente in te voeren. Nou, dan hebben we het natuurlijk niet over een bananenrepubliek of iets dergelijks. Maar over een significante partner in de wereldeconomie. Die negatieve rentes overweegt in te voeren. En ze zijn op dit moment aan het evalueren of dit een oplossing zou kunnen bieden voor de economische malaise. En ze zijn de bank aan het vragen of zij daartoe bereid zouden zijn. Een ander plan wat in dit artikel circuleert is quantitative easing. Dat er voor 100 tot 200 miljard pond aan nieuwe QE staat te wachten mogelijk. Om al die bedrijven maar overeind te houden. Nu wederom in een lockdown overal verzeild zijn geraakt. Hè, meer of mindere mate. En dit zorgt natuurlijk voor geldontwaring. En die negatieve rentes, die zorgen ervoor dat al dat geld wat ergens beheerd wordt, dat het een plek gaat zoeken waar het kan ontsnappen aan die negatieve rentes. Nou, er zijn niet zo heel veel plekken te bedenken. Die obligaties, die doen het allemaal niet zo fantastisch. Wat doorgaans een laag risico is door de economische geschiedenis heen. Maar op dit moment, en als er een dollar valt en je koopt een Amerikaanse staatsobligatie, wat zegt dat voor jouw investering? En als schulden gesaneerd worden, en wat op het wereldtoneel volop besproken wordt, elkaar schulden gaan kwijtschelden, wie zijn dan de, niet de spekkoper, maar aan de andere kant van de medaille, wie zijn de pineut? Dat zijn degenen die obligaties hebben in beheer hebben. En kortom, dat geld wil ergens naartoe. Ik heb wel een ideetje, jij ook? We moeten natuurlijk ook nog over de verkiezingen hebben.
Alleen heb ik helemaal geen zin in. Ik heb gewoon mijn crypto Twitter gisteren en vandaag ook. Is het helemaal vol met Biden en Trump. En dat is lekker uitzoeken daar in die puinhoop in Amerika. He, want of het nou Biden of Trump wordt, het wordt hoe dan ook Wall Street. En één is natuurlijk veel minder een schreeuwlelijker en veel genuanceerder in zijn uitspraken. Als hij zich niet verhaspelt op de woorden. Ja. En het zal ook al niet zoveel worden, wil ik maar zeggen. Genoeg erover gezegd, want ik laat het verder wel. Ik hoor wel wie het straks gaat worden en het wordt waarschijnlijk Biden. Oké, het zal wel dan. Hè. Als het nog even duurt, ja, gaat het natuurlijk wel onzekerheid opleveren. En dat heeft natuurlijk zijn negatieve impact op de markten. Hè. Dat ook heeft op Bitcoin. Nou, wie gaat het zeggen? In ieder geval plan B zegt, zolang wij zitten mooi boven die 200 MA van de weekly, die moving average, dat is die gemiddelde rustig stijgende dalende lijn waarbij die pieken en dalen uitgevlakt worden, omdat er een gemiddelde wordt genomen over 200 weken. Nou, die is gewoon rustig aan het stijgen, 4% per maand. En Bitcoin, die is daar langzaam weer vanaf aan het bewegen. Kijk, als je kijkt naar de vorige marktcyclus, toen we aan de voet stonden van de boeren, hè, die van 2016, maar vooral 2017, beweegt dat, hè, van blauw naar lichtblauw, groen. En in dit geval is het niet hoe ver we van de halving afzitten, in dit geval is het hoe ver we van die MA afzitten. He, dus je verwacht dat we na dit lichtblauw, dat we daar overgaan in het wat steilere groen, he, verder af van die MA. En dat we overgaan in, nou, hoop doet leven, he, hopium voor jullie allemaal. Ik zou het voor mezelf niet eens hopium noemen. He, met Bitcoin zit je gewoon hartstikke goed. Zeker in deze economische, ja, bizarre tijden die we gaan ingaan met deze hele wereldeconomie. He. Nou, deze kwam mij ook onder ogen. Bitcoin, de grootste revolutie die had kunnen zijn. Het is een beetje een negatieve klank, maar tegelijkertijd ook een waarschuwing. We zijn allemaal heel euforisch als PayPal instapt, als grote instituties instappen, als bij banken custodial services mogelijk worden, Bitcoin ondergebracht bij banken met de beveiliging, garanties, etc. die banken dan bieden. Maar is Bitcoin niet 12 jaar geleden juist ontstaan als reactie op de puinhoop die banken ervan maken? En ik kan natuurlijk onmogelijk dit hele artikel met jullie gaan doornemen, maar wat het eigenlijk zegt is: doordat Bitcoin langzaamaan steeds meer opgeslurpt wordt, hè, de keerzijde van de medaille bij deze banken. Nou, dan laat ik dit even, dit pakt het heel mooi samen. Banken waren ooit de inspiratie om Bitcoin te creëren, omdat zij de economie misbruikten en vele levens voor velen hebben vernietigd. Hè. Denk maar aan de hypotheekcrisis 2007-2008, veel mensen uit hun huizen gezet werden. Nu geven wij hun onze Bitcoin om het te controleren en voor hun eigen behoeftes te misbruiken. Nou, stop met het ondersteunen van die beweging en ervoor te juichen. Alleen jij kunt ervoor zorgen dat Bitcoin zijn kracht niet gaat verliezen. En want als het bij die banken en bij PayPal, noem maar op, als het daar ondergebracht zit, in custodial, dan kan daar regulering op plaatsvinden. En die samenwerking van banken met centrale banken, met overheden, kan voor allerlei regels doen zorgen. Waardoor bijvoorbeeld dadelijk winkels alleen nog maar Bitcoin mogen accepteren als het via een bank of via zo'n PayPal custodial of zo, of iets dergelijks betaald wordt. Dan krijg je de grijze Bitcoin-economie van de echte die-hard Bitcoin-houders. En je krijgt de, zeg maar, groene Bitcoin-economie via dergelijke instituten. Nou, dat is iets, dat is een gruwel. Dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen, want dan zijn we feitelijk terug bij af. Als je er meer over wilt weten, nou, dan gaat het in dit artikel daar uitvoerig over. De moeite waard om daarover eens door te nemen, zou ik zeggen. Dus het is niet alleen maar Walhalla. Hè. Op korte termijn, termijn van de komende jaren, is het natuurlijk wel heel positief voor die prijsappreciatie. Hè? Dus ja, misschien sta ik over 3, 4 video's weer Joepie de Poepie te zingen als een grote partij Bitcoin gaat accepteren. Wie zal het zeggen? Maar ja, daarnaast,
Dat is dus de keerzijde van de medaille. Landen waar Bitcoin een nieuw all-time high heeft bereikt, nu reeds. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de deplorabele staat van de nationale valuta van dergelijke landen. Rusland ziet er ook niet zo goed uit. Hè. Die zijn Turkije een beetje aan het nagaan met hun munt op dit moment. Colombia wordt genoemd. Maar ja, heel veel andere fiat munten. We willen nog wel eens zien de komende jaren wat er op dit lijstje allemaal bij gaat komen. En natuurlijk, ja, wie weet, hè? Wie weet gaat het opeens berserk de komende 2 maanden. En hebben we dit jaar nog een all-time high. Ik hou in ieder geval vast aan een all-time high volgend jaar. Hè? Dus is het eerder, is het mooi meegenomen, zou ik zeggen. Ja, nou gaan we weer verder. Hè? Willen jullie nog iets zeggen? Of iets vragen tussendoor mag ook hoor. Dan niet, hè? Dan ga ik weer verder. Ja, is hij druk bezig met die presidentsverkiezingen? De HVP die tipte mij dat Trump, die is gewoon mijn video's aan het kijken. Hij zegt, ik heb geen idee waar hij over zwamt. Het is iets in het Duits of zo, maar je moet hem wel echt volgen, hoor, want Bitcoin is going to be huge. Ja, ze hebben ze toch wel voor Bitcoin. En hij volgt wel wijze mensen. Ja, zou die intro ook gezien hebben? Ja. Goed, we gaan door. Ethereum. Ethereum 2.0 kan. Nou ja, bla bla bla. Ik kan het allemaal voorlezen. 1 december, dan gaat Ethereum 2.0 fase 0. Gaat live. Hè? Dus wat houdt dat voor jou in? Nou, jij kunt Ethereum gaan steken vanaf dat moment. En dat kun je natuurlijk via een Ethereum node gaan doen. En dan moet je daar natuurlijk wel bepaalde know-how voor hebben. En je moet wellicht die node ook bijhouden. En je moet wat codes misschien hier en daar invoeren. Dat weet ik niet. Hè. Ik weet niet hoe gecompliceerd of eenvoudig het opzetten van die node is. Ik heb er nog helemaal niet mee gestoeid. Hè, met dat Medalla testnet of iets dergelijks. Wat overigens goed functioneert op dit moment. Maar je kunt ook via Rocket Pool, eigenlijk eenvoudiger, hè? Je geeft een beetje van die stakingwinst, die lever je in aan Rocket Pool. En dat gaat weer naar de Rocket Pool stakers, houders, nou noem maar op. Maar je kunt op deze wijze kun je veel eenvoudiger Ethereum steken. En je hoeft niet per se 32 ETH te hebben om te kunnen steken. En je kunt het al doen met 100ste ETH. En hoeveel je precies inlevert, nou dan misschien moet ik daar een keertje op gaan induiken. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb er eventjes vlug Rocket Pool bij getoverd. Als zijnde tip van, nou hou dat in de gaten. En hou ook dat Rocket Pool token in de gaten. Want nou, dat kan er wellicht goed wel bij varen. Hè? Bij dat steken. Maar ik moet zeggen, dit heeft niet mijn, ik heb geen, ik weet niet, wat is de ticker van Rocket Pool? Het is een tip, je kunt erin duiken. Ik heb het zelf in ieder geval niet. Ik heb al zoveel tokens. Dat hebben jullie laatst wel gezien. Hè? Ja, er stond er volgens mij niet eens AV bij. En er stond er nog geen Polkadot bij, meen ik. Ik heb er ook weer een paar weggeschrapt, ja. Maar goed, dat is voor een andere video weer, denk ik. Hè? Wat ook, Ethereum blockchain is gekozen door de Centrale Bank van Australië voor het uitgeven van die Central Bank Digital Currency. Nou ja, gekozen is een mooie titel, maar hier staat het wat genuanceerder. Is begonnen met het uitzoeken, het exploreren van het mogelijk gebruik van CBDC's op de Ethereum blockchain. Nou, als ik een centrale bank zou zijn, dan zou ik toch even wachten tot die migratie van ETH1 naar ETH2 wat meer achter de rug is en alles helemaal veilig is. Maar ja, dit is natuurlijk wel, dit geeft aan hoe het netwerkeffect van Ethereum in de wereld is. Hè, dat zelfs centrale banken hun vizier daarop richten. En het is natuurlijk heel goed wanneer bepaalde zaken op een openbare ledger vastgelegd worden, controleerbaar zijn. Nou, we gaan het zien. Dus wat ik in ieder geval wilde meegeven met deze video is, als Bitcoin dadelijk eventjes zou gaan zakken richting 11.500, 12.000, dat ik acht dat
Nou, de kans is eigenlijk drie kwart. Hè? Als je die ascending broadening wedge ziet, laat je niet van slag brengen. Hou je vast aan je Bitcoin plan, wat je hopelijk inmiddels hebt opgesteld. Hè? Op welke levels ga ik Bitcoin straks wat verkopen? Maar ja, waar naartoe? Dat is nog maar de vraag. Hè? Het hele klimaat is daarvoor veel te onduidelijk. Moet je het wel naar dollars willen omzetten, TZT, of misschien moet je er goud van kopen? Of, nou, laten we het te zijner tijd eens gaan bekijken. In ieder geval, probeer niet iedere hobbel het komende jaar op de top te verkopen en dan weer op het bodempje weer te aankopen. Dat gaat hem niet worden, denk ik. Blijf onverstoorbaar, zelfs als zo'n beer jou op de hielen zit. Kijk, moet je dit zien. Hè? Neem een voorbeeld aan deze hond. En die beer die zit zich druk te maken. Row, row. En die hond die denkt, ja, wat zit je nou te fucken, hè? Zit hij gewoon te chillen lekker in de sneeuw? Ah, dat wil ik toch even zeggen. Hey mensen, let goed op je portfolio. Vragen onder deze video of kom lekker in de Discord mee kletsen. Linkje staat ook onder elke video. Likes worden gewaardeerd. En vooral vind ik het ook altijd leuk om ja, als ik wat kan kletsen weer met deze en gene. Hè? Dus voor nu, let op je portfolio. Tot de volgende keer. Doei!